Hallo en welkom bij Erps Kwerps Echt. Ook deze keer hebben we weer drie items voor je om over na te denken en je innerlijk te versterken. We hebben een overdenking over reizen, een dankgebed door een inwoonster van Erps Kwerps en beelden van de velden rondom ons dorp in de lentezon. Maar we beginnen met een beeldverhaal dat gebaseerd is op de evangeliën in de Bijbel. Misschien herken je de verhalen wel. Capernaum is een grensstad en heeft een douanekantoor. Hé, hey, Matthäus. Ben je aan het dromen over je geld en je winsten? Ik denk na over die Jezus waar iedereen over praat. Ik voel me erg tot hem aangetrokken. Laat me niet lachen. Jij, een tollenaar die voor de Romeinen werkt. Jij, een levensgenieter die feesten en vrouwen aanloopt. Voor zulke mensen heeft hij geen belangstelling. Je hebt gelijk. Maar kijk, daar komt hij aan. Dag, Matthäus. Wil je mijn discipel worden? Wat? Wie? Dan plotseling. Jezus, ik zal u volgen. Vrienden, een grote verrassing. Ik ga jullie verlaten en sluit me aan bij de discipelen van Jezus. Verbaast jullie, hè? Maar hij wil me er echt bij hebben. Om mijn afscheid te vieren geef ik vanavond een groot feest. Jezus zal daar ook aanwezig zijn. Diezelfde avond. Jezus, kijk eens achter je. Daar zijn een paar farizeeërs. Ze bespioneren ons. Ze zeggen, het is schokkend wat Jezus doet. Inderdaad. Een mooie profeet. Zo iemand... Kijk dan nu eens. Hij feest met de tollenaars en andere gespuis uit de stad. Jullie begrijpen niets? Moet een dokter niet bij de zieken zijn? Denk liever na voor de woorden van de profeet. Zo spreekt God. Ik wens barmhartigheid, geen offeranden. Want ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Op een dag komen de inwoners van Capernaum bij elkaar in het huis van Simon de Visser, waar Jezus verblijft. Iedereen wil hem horen. We zullen ons onderzoek voortzetten en ons onopvallend gedragen. Maar we moeten opschieten als we nog binnen willen komen. Je ziet toch dat de deur geblokkeerd is? We kunnen er niet in. Alsjeblieft, doe iets. Ook al lijkt het onmogelijk. Ik moet naar Jezus, want Hij alleen kan mij genezen. Weet je wat? We klimmen op het dak. Andreas, haal jij een paar touwen? De platte daken van de huizen in die tijd waren gemaakt van leem. Pas op, ga opzij. Maak plaats. Kijk dat eens, die durven nogal. Het is die arme, verlamde man. Absoluut ongeneesbaar, zoals iedereen weet. Mijn vriend, wat heb jij een groot vertrouwen in mij. Je zonden zijn je vergeven. Wat heeft zijn verlamming met zijn zonde te maken? Jezus weet dat zijn ziel belangrijker is dan zijn lichaam. Hoor je wat hij zegt? Dat is godslastering. Ja, alleen God kan onze zonden vergeven. Ik weet wat jullie denken, maar vertel me, wat is gemakkelijker? Om tegen deze man te zeggen, je zonden zijn vergeven? Of, sta op, neem je mat op en loop naar huis. Ik geef geen antwoord, maar eigenlijk weet ik heel zeker dat in beide gevallen Gods almacht nodig is. Zwijgen is goud, we zullen zien wat er gebeurt. Jullie zullen getuigen zijn van het feit dat de mensenzoon macht heeft de zonde te vergeven. Deze verlamde zal het teken zijn dat ik de waarheid spreek. Sta op, neem je mat op en loop naar huis. Zoiets geweldig heb ik nog nooit gezien. Werkelijk verbazingwekkend. Hij gaat een groot probleem voor ons worden.
Mensenzoon noemt hij zichzelf. Wat verbergt hij onder die titel? De profeet Daniel schreef dat hij in een visioen iemand zag die tegelijkertijd God en mens is en die Mensenzoon genoemd werd. Dankjewel iedereen die aan dit beeldverhaal heeft meegewerkt. Net als de verlamde man uit het evangelieverhaal en als Simon Petrus en de andere discipelen uit die tijd, mogen ook wij Jezus leren kennen en zijn volgelingen worden. Daarom nam Rita voor ons het volgende dankgebed op. Voel je vrij om met haar mee te bidden of om gewoon rustig te luisteren en intussen te genieten van de beelden van de velden rondom ons dorp in de lentezon. Die beelden zijn opgenomen door Christina. Heer, ik kan u niet genoeg danken. Vroeger, toen ik u nog niet kende, was u al aanwezig in mijn leven. Ja, u was er al, vanaf het begin. U kende mij, hoewel ik u niet kende. Ik dank u voor uw geduld met mij. U hebt mij liefdevol geleid, zodat ik u kon vinden. U hebt mij de ogen geopend en ik kon eindelijk zien. Ik mag zeker weten dat u er bent. En ik mag u vertrouwen, ongeacht wat er gebeurt. Ook als ik struikel en u oprecht om vergiffenis vraag, dan weet ik dat u mij zal vergeven. Ik weet dat ik uw geliefde kind ben en dat u van mij blijft houden. Wat ben ik u dankbaar dat u zo trouw bent, zo liefdevol. Zonder u was ik verdwaald, zonder hoop en zonder toekomst. Maar nu ik u gevonden heb, voel ik mij gekoesterd en kijk ik vol verwachting uit naar de dag dat u zal terugkeren en alles nieuw zal maken. Uw rijk komen. Wees welkom, Jezus. Dank u voor alles. Dankjewel Rita en Christina. De coronapandemie woedt nu al meer dan een jaar en ik kijk er naar uit om weer op reis te gaan, voor vakantie en bezoek aan familie in het buitenland. Intussen zijn er ook andere dingen die je kunt doen als je de wereld wil zien. We vroegen aan Maarten om hierover iets te zeggen. We wonen in de omgeving van een luchthaven en één ding is mij meer dan duidelijk. Er wordt de laatste tijd minder gevlogen. Wereldwijd bedroeg al dus ICAO het aantal passagiersvluchten in april, mei en juni 2020 maar een derde van dat van het jaar voordien. Nu is het weer wat gestegen tot 2/3. Toch heb je waarschijnlijk geen vakantie in het buitenland kunnen hebben vorige zomer en skiën rond de kerst kan ook niet. Gelukkig hebben wij Google Street View. Of je nu de straten van Aubonge in de Ardennen wil volgen of van Jeruzalem of van Nevada, je kunt toch een beetje het landschap verkennen. Sommige plaatsen zijn wel verboden. Beijing heeft weinig streetview en Caracas bijna geen. Maar zelfs voor Beijing en Caracas kun je gedetailleerde kaarten bekijken, geïllustreerd met foto's.
Ik vind de kaarten altijd fascinerend. De oudste bekende kaart is de Babylonische Imago Mundi, die nu in het British Museum is. In de kathedraal in Hereford, niet ver van waar ik vroeger woonde, bevindt zich de zogenaamde Mappa Mundi van rond 1300. Kaarten hebben een belangrijke rol gespeeld in het ontstaan van de moderne wereld. Voor 1490 waren mensen al bezig met aardbollen, maar het ontdekken van de nieuwe wereld leidde tot een vloed van cartografische werken. De Theatrum Urbis Terrarum van Abraham Ortelius werd gedrukt in Antwerpen op 20 mei 1570. Deze atlas is eigenlijk een visueel overzicht van alles wat de mensen van de 16e eeuw wisten over de aardrijkskunde. Het was een andere Vlaming, Gerardus Mercator, die een nog sterkere invloed zou hebben. Al was zijn kaart niet helemaal nauwkeurig, zijn projectie was het nuttigste voor de navigatie, vooral op het noordelijke halfrond. Dankzij Mercator hadden atlassen tot de jaren 70 een standaard vorm om allerlei informatie te presenteren, van legersterktes tot landbouw en van geboortecijfers tot ziektepatronen. Voor christenen hebben kaarten ook een geestelijke dimensie dankzij de laatste woorden van Jezus op aarde. Bij het einde van het Marcus-evangelie lezen wij: En hij, Jezus, zei tegen hen, de discipelen, ga de hele wereld in en verkondig het evangelie aan ieder schepsel. Wie gelooft en wordt gedoopt zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld. Mensen vragen me vaak om bewijzen dat de uitspraken van Jezus iets waard zijn. Een bewijs dat vaak over het hoofd wordt gezien is de fantastische groei van het christelijk geloof. Toen Jezus deze woorden zei, was er geen kerk. Enkele weken later was in Jeruzalem een kerk ontstaan van duizenden leden. Toen ze werden vervolgd, raakten ze verspreid en na nog meer vervolging omwille van hun geloof begonnen christenen te verhuizen naar plaatsen buiten Judea en Samaria. Tegen het einde van de eerste eeuw waren er kerken in Rome, Athene, Alexandrië en die regio die nu Turkije heet, maar ze vormden in een minuscule minderheid. Toen Plinius christenen ontmoette in Bithynia, wist hij er niets over en moest hij aan keizer Trajanus schrijven om advies. 200 jaar later bleek dat tussen de 10% en 30% van de bevolking in heel het Romeinse keizerrijk bewust christen was, al was het nog streng verboden. Constantijn wordt gevierd als de eerste christelijke keizer, maar veel historici zien dat als een simpele erkenning van het onvermijdelijke. Het is moeilijk om te weten wat er nadien is gebeurd qua verspreiding van het christelijk geloof, want in 381 verklaarde Theodosius dat het christendom voortaan de officiële godsdienst van het Romeinse Rijk zou zijn. Of mensen nu bewust christenen waren of enkel christen in naam, officieel tellen ze allemaal als christen. We hebben nu geen tijd om de hele middeleeuwen te bekijken, maar de hechte band tussen kerk en staat had soms zware consequenties die volledig tegen de leer van Jezus ingingen. We springen verder naar de voorbije 50 jaar en de groei van het aantal mensen wereldwijd dat bewust christen is. Daarna ga ik terug naar de veranderingen in de cartografie sinds de jaren 70. Het christendom in Europa is tijdens de 20e eeuw steeds achteruit gegaan. Eerst in Rusland en dan in het Oostblok, maar in West-Europa en zeker in België is het flink achteruit gegaan sinds de jaren 80. Als je enkel de Europese kaart bekijkt, zou je zeggen dat het voorbij is met christen zijn. Dit is nog sterker uitgedrukt als we alleen denken aan bewuste christenen en de culturele christenen uitsluiten. Volgens Pew Research is er in België nog altijd een meerderheid van mensen die zeggen dat ze christen zijn, maar meer dan de helft van hen zegt ook niet in God te geloven. Mercator's projectie heeft ons veel geholpen in de scheepvaart, maar het geeft wel een perspectief dat het noordelijke halfrond centraal staat.
Alles in Europa en de VS lijkt veel groter. Het mondiale zuiden, zoals het nu wordt genoemd, lijkt veel kleiner. Maar het is juist in dat mondiale zuiden dat het aantal bewuste christenen enorm gegroeid is. We spreken niet meer over de koloniale verplichte bekering zoals in Zuid-Amerika in de tijd na Columbus. 4/5 van bewuste christenen, dat wil zeggen mensen die hebben gekozen om persoonlijk in Jezus Christus te vertrouwen, wonen in het mondiale zuiden. Zelfs in China, waar christenen erger worden vervolgd dan onder de Romeinse keizers, is nu ongeveer 1 op de 10 mensen bewust christen. In dezelfde tijd dat Europa heeft besloten dat cultureel christen zijn weinig waard is, hebben grote delen van Zuid-Amerika, Afrika en Azië besloten dat bewust christen zijn van enorm belang is. Eigenlijk ben ik eens met allebei. Christen zijn in naam alleen lijkt mij het ergste van alle werelden. Je zit met een overgeërfde gevoel van schuld, onzekerheid en beperking en je ervaart niets van vreugde, vergeving en nieuw leven. En toch, als ik je iets mag aanraden, als ik je iets heel sterk mag aanraden, dan is het leven als bewust christen door een relatie met God door Jezus. Dat is iets om echt niet te missen. Dankjewel, Maarten. Dat was het voor deze week. Als er in deze video iets is gezegd waarop je zou willen reageren, neem dan gerust contact met ons op. Ook komen we elke donderdagavond een uurtje bijeen, momenteel nog online, maar hopelijk binnenkort weer in levende lijven. Dan lezen we samen een stukje uit het Marcus-evangelie en praten we over hoe dat van toepassing is op onze eigen levens. Als je wilt deelnemen of als je gewoon een keertje wilt kijken hoe wij dat doen, neem ook dan gerust contact op. Ons e-mailadres is contact@erbskwerpsecht.org. Of anders zie je ons hier volgende week weer vanaf 10 uur op de zondagochtend op Facebook en YouTube. Dag!